Hi Karin, leuk dat je er bent en fijn dat je iets wil vertellen over jouw reis als online business expert. Wil je Zeker. eens vertellen, waar liep je in jouw vorige werksituatie tegenaan voordat je de stap maakte om online business expert te worden? Nou, waar ik met name tegenaan liep in mijn werk in loondienst, dat was dat ik het kunstje wat ik daar deed, dat deed ik voor één baas. En dat vond ik heel leuk. Ik had heel breed werk als praktijkcoördinator. Voor mij was de drive om dit voor andere ondernemers te gaan doen. Dus om in branches te gaan werken die mij heel erg aanspraken. Nieuwe dingen te gaan leren. En eigenlijk datzelfde, nou ja, noem het een kunstje, te gaan doen voor meerdere ondernemers. Ik heb als praktijkcoördinator heb ik in 5 jaar tijd van een hele kleine praktijk is het een hele grote praktijk geworden. En dat wilde ik in andere branches ook gaan doen. Ondernemers groot gaan maken. Ja, precies. Ja. En wat hield jou in eerste instantie tegen om ja te zeggen om de switch te maken naar online business expert en eigenlijk je eigen online onderneming op te starten? Ja, dat zijn al die praktische dingen. Om zelf, voor jezelf te beginnen is toch onzeker. Het is dan vanuit loondienst dat je denkt van ja, oké, ga ik dat wel, ga ik dat niet doen? Dat heeft mij in eerste instantie tegengehouden. Eigenlijk niet zo heel lang heeft het me tegengehouden hoor. Want de drive om je hart te gaan volgen, om te gaan doen waar je goed in bent. En om dat inderdaad de wereld in te helpen. Ja, die was bij mij vrij groot. Want ik wil dit heel graag. Dat ik uiteindelijk eerder mijn loondienst heb opgegeven als dat ik mijn bedrijf had staan. Ja, kijk, mooi. Hey, en nu je hebt besloten om ervoor te gaan, welk grootste verlangen ga jij waarmaken als straks ja, helemaal up and running is? In eerste instantie enorm vrijheid. Het is echt mijn agenda in kunnen delen zoals ik dat wil. Daar ben ik heel blij mee dat ik dat nu al kan doen. Ja, ja, echt de vrijheid hebben om het leven te gaan leiden zoals ik dat voor ogen heb. Gaan werken voor je eigen verlangens, dat vind ik echt fantastisch. Ja, Echt precies. waar te gaan maken. Ja, Ja. heb je nog een hele grote droom die je nog ooit wil realiseren? Nou, een van mijn nu best wel directe dromen is dat ik binnen een paar jaar toch wil gaan verhuizen uit de stad naar wat landelijker. Dat vind ik helemaal fantastisch. Ik heb natuurlijk mijn dromen voor mijn bedrijf. Ja, wat vaker gewoon onder een palmboom liggen, dat vind ik ook Ja, fantastisch. mooi hè? Ja, Ja, precies. En dat je. heel leuk werk doen hè, wat je echt blij maakt. Nou ja. Want als online business expert kun je ondernemers ondersteunen in hun groei. In combinatie met adviseren en coachen op bepaalde gebieden. Je kunt ook alleen bijvoorbeeld een online programma gaan maken. Die je gaat weer aanbiedt zeg maar, aan die ondernemers om ze op die manier te helpen met groeien. Je kunt een combinatie maken. Je kunt gaan samenwerken met je eigen team of met het team van de ondernemer. Hoe ziet dat er voor jou uit? Wil jij echt combineren, ondersteunen en of coachen, adviseren? Of heb je nog ooit de ambitie om misschien zelf een programma op te gaan zetten? Ja, die ambitie is er zeker. En dan ja, strategisch. Om toch ook met ondernemers strategisch aan de gang te gaan. Het staat bij mij nog redelijk in de kinderschoenen. Om ook zelf dat online ondernemen te gaan implementeren. Omdat ik nog heel erg ben van het uitvoerende. Maar de wens is er wel om. In ieder geval ook met groepen mensen te gaan werken om ze strategisch te helpen in hun bedrijf. Dat maakt het zeker mogelijk hè, als je deze stap zet. Ja, Ja, die leuk. wens die ligt er. Dat heeft nog wat ontwikkeling bij mij ook nodig. Maar dat online ondernemen, dat trekt toch heel erg. Ja, Om dat precies. toch ook te gaan implementeren in het werk wat ik doe. Ja, en als je deze stap zet, het is als een soort van virus. Je wil zelf groeien en blijven groeien. Dus je komt vanzelf daar om ook hè, bijvoorbeeld zo'n programma te maken en
ja, dat is superleuk. Dus, hey, en aan wie zou jij het aanraden om te starten als online business expert? Ja, ik zou bijna aan iedereen die ondernemer wil worden, aanraden om het te gaan doen, omdat het je zoveel brengt. Dat sowieso. En op het moment dat je al ondernemer bent en je wil je echt in de markt gaan zetten als expert. Ja, om je te richten op online ondernemen. En voor mij was het online ondernemen vrij breed. En ik wil ondernemers ook breed kunnen helpen op online marketinggebied. Mm-hmm. En als je kan specialiseren op een bepaald gedeelte en je hebt echt een passie ergens voor, ja, ga ervoor. Precies, mooi. Ja. Ja. Nou, Karen, dank je wel voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Heel veel succes. Dat gaat zeker lukken.